kijken naar de ruimtelijke paal van moleculen en van negatief samengestelde ionen. En dat gaan we doen met behulp van ten eerste de Lewis-structuren. Die Lewis-structuren, dat zijn structuurformules van moleculen en negatief samengestelde ionen. Waarbij alle valentie-elektronen zichtbaar gemaakt worden. En waarom doen we dat? Nou, dat hebben we straks nodig om bepaald gedrag van die deeltjes, van die moleculen, te kunnen verklaren in bepaalde reacties. Nou, hoe doen we dat? Ik heb een voorbeeld fluor, F2. En je ziet dat ik hier fluor getekend heb, ook in het groot. Je ziet hier gewoon F, zoals we dat kennen, hè, met een enkele binding daartussen. Fluor uit het periodiek systeem, kan ik dat zien, zit in groep 17. En kan ik zien in mijn periodiek systeem, heeft 7 valentie-elektronen. En hoe laat ik dat nou zien? Nou, ik heb 1 binding en ik heb rond die F-atomen heb ik 6 losse elektronen zitten. Je ziet al, ze zijn in paren, want elektronen komen altijd voor in paren. En dus heb ik rond dit, voor jullie rechter F-atoom, heb ik 3 niet gebonden elektronenparen. En hier ook 3 niet gebonden elektronenparen. En daartussen heb ik een binding. Omdat we niet altijd weten hoeveel bindingen zitten er nou in een bepaald molecuul of een negatief samengesteld ion, ja, heb ik hier een stappenplan om die Lewis-structuur te tekenen. A is, we tellen eerst alle valentie-elektronen op van alle atomen. En als we het over die ionen hebben, dan tellen we de lading daarbij op. Dan gaan we kijken hoeveel elektronen hebben we nodig totdat we die octetregel aan voldoen. Dan kunnen we door een simpele berekening kunnen we berekenen hoeveel bindingen hebben we en hoeveel niet bindende elektronenparen blijven er dan over. En we gaan het doen met 2 voorbeelden. We gaan eerst water tekenen. Ja, water ga ik eerst, stap A was alle valentie-elektronen. Ik heb 2 waterstofatomen, dus 2 keer 1 is 2 plus 6 valentie-elektronen van zuurstof. Dat zijn er 8. Hoeveel heb ik er nodig om aan die octetregel te voldoen? Nou, waterstof voldoet natuurlijk niet aan de octetregel, maar aan de duetregel. Dus 2 waterstofatomen, 2 keer 2 is 4. En zuurstof wil er natuurlijk 8 in zijn buitenste schil. Dus dan zijn er 12. 12 min 8 gedeeld door 2. Heb ik dus 2 bindingen. En hoeveel blijven er dan over? Dan blijven er 2 niet bindende elektronenparen. Hoe moet ik dat tekenen? Nou, op deze manier. En die vorm van water, daar gaan we het straks ook nog over hebben in een van mijn volgende filmpjes. Ja, je ziet hier het zuurstofatoom, 2 bindingen zoals we water altijd getekend hebben. En je ziet hier 2 niet bindende elektronenparen bovenop dat water zitten. Ja, mocht je nou die stippen lastig vinden te tekenen, dan zie je in mijn voorbeeld dat in plaats van die stippen, mag je natuurlijk ook streepjes zetten. Pas echt erop, ja. Pas op dat het voor de kijker goed te zien is, ja, welk streepje nou precies een niet-bindend elektronenpaar is en welk een bindend elektronenpaar is. Dus teken netjes, ja, en zorg dat er niet een of ander raar deeltje zoals Fi hier ontstaat waarin je geen binding laat zien. In ieder geval, ja, pas daarmee op. Oké, dan gaan we een deeltje met een lading, dus een samengesteld ion, het OH-ion. Doe het eigenlijk hetzelfde. Ja, ik heb 6 valentie-elektronen voor mijn zuurstofatoom. Ik heb er 1 voor mijn waterstof. En ik heb er nog 1, ook maar in het blauw getekend. Ja, voor mijn lading, die tel ik bij elkaar op. Heb ik er 8. Ja, hoeveel heb ik er nodig? Nou, zuurstof heeft er 8 nodig. En waterstof heeft een duetregel om aan te voldoen. Heeft er 2 nodig, dat zijn er 10. Ja, dan heb ik dus 1 binding, bereken ik bij stap C. En bij stap D kan ik berekenen hoeveel niet-bindende elektronenparen hou ik over. Dat zijn er 3. Nou, hoe teken ik dat dan? Ik heb hier weer het OH-deeltje, waarin ik de lading dus buiten de haak zet, zoals je hier ziet. Want ik zet dat OH-deeltje zet ik tussen vierkante haken. En dan zie je rond dat zuurstofatoom zie je die 6 elektronen of 3 elektronenparen die niet bindend zijn. Hoe weet je nou waar je die elektronen moet plaatsen? Nou, bedenk goed dat die atomen, die moeten natuurlijk altijd aan de octetregel voldoen. Dus ik heb ze hier natuurlijk, ik heb ze allemaal getekend, al die valentie-elektronen.
En we hebben dus drie niet bindende elektronenparen rondom zuurstof. En ik heb één binding en de hele reden voor die binding is dat die aan die octetregel voldoet. Dus de binding van tussen de O en de H, die telt mee voor de O en ook voor de H. Dus hier heeft zuurstof 8 valentie-elektronen en waterstof heeft 2. Ja, ook in het vorige voorbeeld zie je dat dat opgaat, want waterstof, de waterstofatomen hier hebben een binding. Dus beide elektronen tellen mee voor die binding, dus dat zijn 2. Dus die waterstof die heeft een K-schil, ja, die helemaal vol is en daar is die helemaal mee in zijn element. En dat zuurstofatoom, ja, dat heeft natuurlijk 2 bindingen, dat zijn 4 elektronen. Plus die 2 niet bindende elektronen, dat zijn er nog een keer 4. Dus hij voldoet aan die octetregel. Dus deze deeltjes, ja, die voldoen allemaal, alle atomen in die deeltjes voldoen aan de octetregel. En daarmee zijn het juiste Lewis structuren. Goed, het idee is dat je hier veel zelf mee gaat tekenen. Netjes tekenen. En ja, als je een comment hebt, dan beneden graag. Misschien wil je subscriben. In ieder geval, heel veel succes.